Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Pinau. Deze kleine etter die is al wakker. En die andere ook. En wie is er nog niet wakker? Jordi. Juist. Die moet zo wel wakker worden, want die moet naar de logopedie en school. Ja. Nee, dat is niet van jou, dat is van mama. Hij heeft druk te maken, dus rustig. Ik ben nog moe. Die is toch al klaar? Liam, zet neer. Laat het staan. Nee, 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 nee. Mijn vriend. Nu lekker zitten op de bank. Lekker bij papa, hè? Nou, ik ga heel eventjes vast brood smeren voor Jordi. Zorgen dat hij aardbeien mee heeft. Lekker, Sam klaar is, kan Sam in de wipsel. En dan kan papa Jordi wakker gaan maken. Toch, papa? Mm-hmm. Ik ben nu aan het uploaden. Liam die ligt op bed. En Sammetje die is net wakker. Die had ruzie met zijn speelgoed. Die was niet blij met zijn speelgoed. Nee, hè? Die was heel boos op je speelgoed. Ja. Was jij boos op je speelgoed, jongen? En hij lag allemaal maar te slaan en te doen. Dus dan heb ik hem maar even gered. Ik denk dat zijn speelgoed hem aan het knijpen was of zo. Trouwens, ik zag net de reactie voorbij komen. Ik ga eventjes jullie nu neerzetten. Moment, dan heb ik meer handen voor Sam. Ik zie wel eens een reactie voorbij komen en dan wil ik dan op reageren. En dan is de reactie weg. Soms wordt die verwijderd, maar dan zie ik daar ook dat die zeg maar verwijderd is. En soms doet YouTube hem zelf verwijderen. Ik weet niet waarom. In ieder geval, ik kreeg een berichtje van Winter TP. En die vroeg hoe oud Jordi, Liam en Sam waren. Jordi is van 5 december 2017. Dus die is nu 3,5. En Liam is van 25 februari 2020. En die is nu dus 1 jaar. En Sam, die is 9 maart geboren. Dit jaar. En die is dus bijna 5 maanden. Dus ja, zo oud zijn mijn kindjes. Onze kindjes. Niels is buiten aan het klussen. Dus als ik hem nou ga roepen, dan is het... Pff. Dus die kan ik nou niet storen. Maar zo oud zijn de kinderen. Dus als ik in de toekomst een berichtje krijg en ik reageer er niet op, dan is dat niet omdat ik dat niet wil. Dan is dat gewoon omdat het niet lukt op de een of andere manier. Omdat of YouTube hem verwijderd heeft. Of ik vind het juist leuk dat ik kan reageren op berichten en alles. Ja, zodoende. Dat is niet omdat ik het niet leuk vind om te reageren. Mocht je nou echt per se een reactie willen van mij. We hebben Instagram. En die staat onderaan in de beschrijving. Staat het linkje. Je kan ons altijd een pb'tje sturen of privéberichtje. Of onder een foto reageren of zo. Ik reageer altijd. Als je een vraag hebt of wat dan ook. Ik reageer altijd. Ik probeer het wel altijd te doen. Ik heb het soms heel druk, dus ik reageer soms niet gelijk. Maar ik probeer het wel altijd te doen. Want we vinden het belangrijk, hè? Ja, we vinden dat belangrijk. Ja. Ja.
En er zit weer iemand in de zak. Yes, Cecily! Hallo! En er ging net, er werd geklopt. En dat was de HEMA. Ja, dat was niet de HEMA, dat was DHL. Maar ik had wat besteld bij de HEMA. Gaan we even zitten, Sam. En boem! Ja, gezellig! Ik ga jullie even neerzetten. Ik heb jullie even neergezet. Maar ik had, sowieso moest ik boxershorts hebben voor Jordi. Die heb ik nou ook besteld. En die zijn naar binnen gekomen. Want Jordi zijn boxershorts, omdat hij dus grotere luiers heeft, zijn die gewoon kleiner. En ik had al grotere besteld om te kijken of dat die het waren. En daar waren ze. Dus ik heb eventjes bijbesteld. Omdat ik anders tekort kom. Dus. Maar toen. Ja. Ik zie weer wat. En ik kijk ook altijd wel naar shirtjes voor Jordi. Dat ik dan denk van, ja, dit is echt Jordi. Zoals bijvoorbeeld deze. Staat hier, do not disturb. Je mag niet storen. En dan zit er zo'n glitterbandje. Dat er dan iemand boos is omdat je hem stoort. Ik vond hem zo grappig. Jordi doet dat ook altijd. Dat hij niet gestoord wil worden. En ik vond het echt wel voor Jordi. En dan had ik er nog eentje. Hi! Zit hij hier te lachen? Hij zit hier te lachen? Ja! Yeah. Ja, zo mooi hè? Ja. En dan had ik hier nog eentje. Fin for the win. Dus dat is een garnaaltje die een haaienvin heeft. Jordi heeft een loopstoel of een loopwagen. Omdat hij niet kan lopen, dus hij heeft een hulpmiddel. Ik vond het echt wel voor Jordi. Dus die heb ik besteld. Hé? Ja, gezellig mijn mama, hè? Ja, gezellig, hè? En ze zit hier echt allemaal te lachen. En zijn korte broeken, die passen nu nog wel, maar hij begint toch enigszins. Dus ik ben alvast weer aan het sparen voor nieuwe broeken. En hij heeft het liefst van zulke broekjes, dus joggingbroekspul voor zijn buik. Voor als hij buikpijn heeft, is dat fijner. Dus die heb ik ook weer in de pocket. Wie is de wakker? Onze kleine Lily. Bel wel. En Niels is nu Jordi ophalen en ook gelijk die juffen cadeautjes geven. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Eigenlijk wouden we daar vanochtend doen, maar ja, in verband met... Jordi moest nog even naar de logo van tevoren. Dus ik zei ook van ja, ik zeg, ga maar gewoon, doe dat allemaal vanmiddag. Ja. Ik hou van jou. Soms kan ik je wurgen, maar ik hou wel van jou. Ben je weer aan het kleuren? Nee, die blijft binnen. Binnen blijven. En Liam ook binnen blijven. Nee. En ook niet mijn schoenen eruit halen. Ja. Mama wil leeg maken dan. Zo, hoppakee. Niet erop hangen, jongen, want dan gaat hij kapot. Serieus. Je moet er niet op hangen. Dan gaat hij wel. En dan kun je weer kleuren. Dan kun je weer kleuren. Wie is er thuis?
Ja, nog niet fysiek. Fysiek is hij thuis, maar... Geestelijk nog niet. Wat was er gebeurd, papa? Hij had alles ondergepoept. En toen we... Even... Niels praat nou heel netjes, maar dat hoeft niet, hè? Hij had niet geslapen. En op een gegeven moment gaan ze lui doen. Toen poepte hij alles onder. Toen scheet hij alles onder, ja. En toen daarna was hij klaar en toen wou hij gaan slapen. Ja, dus dat betekent dat hij buikpijn heeft gehad waarschijnlijk. Mm-hmm. En zijn juffrouw was blij dat het in haar pauze was. Oh. Heeft hij de juffrouw die nou vakantie heeft, heeft hij vandaag nog werk bezorgd? Ja. Oh. Gelijk het begin van de vakantie. Ja. En je hebt de juffrouw cadeautjes gegeven. Wat jij gemaakt had. Ja. Vonden ze leuk? Ja, dat had niet gehoeven. Ik zei ja, daarom doen we het ook. Nou ja. Weet je wat het ook is? Kijk, elke lerares van wat waar je ook lerares van bent, kinderdagverblijf, maakt niet uit. Hoe dan ook, je doet toch werk wat niet iedereen wil. En helemaal hun. Ja, hun doen echt, ja, hun zijn eigenlijk gewoon een soort van tweede moeders voor die kindjes. Mm-hmm. Want we doen eigenlijk gewoon hetzelfde als wat je thuis ook doet, want hij moet ook gewoon verschoond worden en geholpen worden en verzorgd worden en alles. En hij heeft straks een masseersessie gehad, had ik gezien. Dus ik denk dat hij daarvan heel erg... Ja, maar ik denk dat hij daarvan heel erg gaan ontspannen. En ik denk dat dat een beetje heeft getriggerd. En nu is hij helemaal dood. Nou is hij dood. Hij slaapt. Niels, wat ben je aan het doen? Anti-Liam aan het hanteren. En wie staat er weer bij? Niels is hier de Willy Wortel. En Joef is het lampje. Joef moet er altijd bij staan. Je moet altijd eventjes bekijken of dat Niels het wel goed doet. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat jullie niet weten wie Willy Wortel is. Sommigen tenminste misschien. Willy Wortel is een stripfiguur uit Donald Duck, ja. Toch? Ja. Google het. Liam die ligt nu net op bed. Die zat helemaal onder de muggenbulten, dus die had ik al een keer met azijn behandeld en net weer met dit. Nu hoop ik dat die vieze beesten wegblijven, want hij is iets te zoet daarvoor. Hij is iets te zoet voor de citroentje. Ja, Niels noemt hem nu een citroentje. Niels die noemt hem nu een citroentje, omdat ja... Die trek weg ruikt naar citroen. Dus ik hoop dat die vieze beesten nou wegblijven. Maar ja. Nu sta ik Jordi aan de beurt om een flesje te krijgen en naar bed te gaan. En dan gaat onze Joef even in bad. En dan zal Sam weer... Papa negeren. Nou kan hij niet meer negeren. Als je met je neus vol ervoor gaat staan, hè. Of dit. Ja, dat is lastig bij die stoel. Nee, je moet hier doen. Hier zo. Hij zit achter zijn auto, zit hij gewoon te lachen. Nou moeten we stoppen met filmen, mama moet de fles gaan maken. Ja, ik ga de fles maken, zodat Jordi ook naar bed kan. Wat hebben we net gedaan, Jordi? We hebben Jordi nog even geholpen met poepen. Hij had op school heel veel al gepoept, maar hij gaf aan dat hij nog echt buikpijn had. Dus we hebben hem even samen geholpen. En hij is best wel boos nu op ons. Dus we maken het altijd goed door heel veel kusjes. En nou gaat hij lekker met papa naar boven toe. Gaat papa hem lekker naar bedje brengen. Ga ik Sam doen. En hopelijk slaapt Sam ook zo. Joefie was net in bad geweest, hè? En had de baasje gefilmd. Dat gaan jullie nu zien.
En nu? Ruikt ze weer lekker. Oeh, je ruikt weer lekker, Joepie. Niels die ligt nu even bij Jordi in bed. Want Jordi die was nog steeds wakker. En dat komt ook door de buikpijn, hoor. Want dan kan hij niet meer... Hij is wel gewoon rustig. Maar dan is hij iets of wat... hyper. Dus die ligt nu even bij... Jordi te liggen, Niels dan. En ik ben even mijn nagels aan het doen. Want ik had... Ja... Ik ben net een boerin af en toe. Ik kijk nergens naar. Dus ik stoot overal mijn nagels tegenaan. En ze had allemaal barsten erin zitten. En er zat weer lucht onder. En ik zeg tegen Niels, ik ga die even doen. Ik zeg, want anders dan overleven mijn nagels het niet. Hebben ze sowieso al niet gedaan. Want ik heb alles eraf gehaald, geveld. Dus maar ja. Dus ik moet even opnieuw tips plakken en zo. Dus dan gaan we dat eventjes zo doen. Goedemorgen. Oeh, ik ben echt net wakker. Liam was al wakker. Niels is nu beneden met Liam. Een paar vlogs terug had ik het erover dat Sam zelf gedraaid had. En dat heeft hij nu ook in zijn bedje gedaan. Hij ligt nog heerlijk te slapen. Nou, ik ga ook uit bed. Ik ga hem even aandoen. En dan flesjes maken en alles. We hoeven niks bijzonders vandaag. Ik moest straks wel even naar de winkel. Maar dat is ook alles. Jordi vindt Joef eigenlijk verschrikkelijk irritant. Maar de laatste tijd kan hij steeds meer van haar hebben. Dus dat is wel een voordeel. De laatste tijd mag ze zelfs achter hem liggen. Ik vind het gewoon prima. Als ze er is. Ze moet niet irritant doen. Maar gewoon er zijn mag. Zo trots erop dat hij dat toelaat. Maar ja, hij heeft dan ook gewoon een Bluetooth t-shirt aan, hè. Dus ja, je moet maar eens niet van een hond houden. Zo, ik ben weer thuis. De vorige keer stonden ze ook in het krantje en toen heeft geen enkele kruidvat ze gekregen. Maar wij gebruiken deze altijd voor Jordi zijn billen, omdat hij die darmafwijking, de ziekte van de eersprong, heeft. En als hij botox krijgt, dan heeft hij sowieso rode billen. Dus ja, deze zijn gewoon hartstikke belangrijk voor Jordi. En die heb ik gelijk even 4 doosjes gehaald, want ja. Mijn moeder had toen al gekeken, de vrouwtje die daar werkt. Die had daar al gekeken. Een heel lief vrouwtje ook, hoor. Die had daar al gekeken voor mij. Die had ook rondgebeld naar verschillende kruidvatten toen de tijd. En nergens waren ze te vinden. Toen heb ik uiteindelijk kruidvat klantenservice gebeld. En die zei, die kon mij verzekeren dat deze week ze erin stonden. En dat ze ook echt bij de winkel waren. Dus daar heb ik eventjes voor lief genomen. En ik heb ze gehaald. Oeh, weer een last van mijn schouder af. Want voor Jordi is dit gewoon echt het oplosmiddel. Anders moet je met gaasjes werken. En gaasjes zijn toch ook nog wel weer... Ja, dat het ruwer is. Dit zijn gewoon wat droge washandjes die ik dan nat maak met water. En die ik dan gebruik voor zijn billen helemaal schoon te maken. Zodat zijn billen minder rood zijn. En dadelijk, stel hij krijgt in augustus zijn botox injecties... Dan zijn deze niet aan te slepen. Dus volgende week als ik ze nog een keer tegenkom, dan breng ik er weer mee. Want ik moet gewoon ze in huis hebben. Ik had ook poffertjes gehaald en ik had nog aardbeidjes. Dus ik heb dit er mooi van gemaakt. En Liam heeft het ook. Maar Liam doet lekker zelf happen, hè? Ja. Dus krijgen ze lekker lunch. Dus lekker happen. Lekker genieten. Thank you.
Jordi slaapt nog eventjes. Die laat ik ook eventjes slapen nog. Ik denk tot 3:15. Het is nu 3:15. Die is iets later gaan slapen. En Liam is lekker wakker. En die is nou lekker appelflappie aan het eten. Onder het genot van Bing. Ik vind gewoon, Jordi mag dadelijk ook filmpje kijken. Hij mag daar ook gewoon iets wat hij leuk vindt. En hij vindt appelflapje lekker, dus hij gaat lekker appelflapje eten. We hebben net gegeten met z'n allen. Letterlijk met z'n allen, want Sam heeft ook een hapje op. Die heeft rode bieten op. En wij zijn nou even hier op de bank aan het uitduiken. Uitbuiken. Echte automonteur. Mm-hmm. En Jordi en Liam zitten voor de tablet even te kijken. Liam zal zo wel gaan spelen. En dan gaan ze daar even douchen. Ja. En dan gaan ze een keer naar bed. Jij gaat straks sporten. Mm-hmm. Dus ja. Drukke avond. Drukke avond. Maar volgende week heb je vakantie, toch? Ja. Dus ja. Even volhouden. Nog even volhouden. Nog even. Daarna moeten we ook weer. We hebben geen rust, hoor. Nee. Niels is sporten. Sam ligt op bed. Jordi is ook op bed, maar die zit nog met zijn valskring aan. Die is nog met haar valskring aan het spelen, dat clowntje. En Liam ligt ook op bed. Die, ja, zit op het randje van slapen. Dus, hopen. Ik ben de hele avond bezig geweest met Jordi in slaap krijgen, maar hij is net gaan slapen. En Niels die is appelflap aan het eten. Proost. En ja, voor de rest ben ik de hele tijd bezig geweest hier met Jordi, met opruimen. Niels is gaan sporten, is weer thuis gekomen. Ja, die is ook nog wat dingetjes gaan klussen en gaan doen. Dus ja, we zijn eigenlijk de hele tijd bezig geweest. En nou is het tijd om vandaag af te sluiten, of in ieder geval de vlog af te sluiten. Dank voor het kijken. En tot de volgende.